Ja, maar papa terug. Ik sta hier nu al met een, ja, 2 uur te wachten. Ik sta hier van het regen, zie je, pikdonkere wolken. Ik ga terug naar de stad, want de mama is u duidelijk dat de mama u is aan het verstoppen. Dat is niet echt volgens de regels. Ik ga terug naar de stad. Ik zet dat op je Facebook. Ik ga naar Leslie bellen. Ik ga naar tante Marianne bellen. En de mama zal u moeten brengen. Die zal u naar de stad moeten brengen. Want ik, normaal mocht ik u van 3 uur deze middag van de school gaan halen. Mama, wou dat niet. Voor uw mooie kleren van de school niet mee te geven aan mij. En nu om 5 voor 6 pakt ze er een telefoon op. Ik zeg haar dat ik er direct ben. Ik was hier om 6 uur stipt. En het is nu heb ik een 8 uur. Het is hier pikken donker. Dus het is hier keihard aan het regenen. En de mama pakt niet op. Die reageert niet op sms'en. Die is weer dadelijk aan het verstoppen. Die is al een paar maanden van alles aan het doen voor u tegen mij op te zetten. Ik zeg al zeker dan niet, maar ik heb u al een paar dingen gevraagd dat je het wel duidelijk, dat voor u ook wel duidelijk was. Hè? Ja, als u opzet in de destijds. Zorgt andere mensen, zoals er een baas, hè? En er vinkt. En misschien de dochtertjes in uw beste vriend. Dat is iedereen wat meedoen voor u op te zetten tegen mij. Ik ben nu 2 uur aan het wachten in de regen. Nu in harde regen. Echt piek donkere wolken. Ik ga terug naar de stad. Ik ga Sexyant hier bellen. Ik ga Leslie, die springt op fax. Een telefoon. Ik ga terug naar de stad en de mama maar brengt. En papa gaat er iets aan doen. Ik heb me gehuist, papa gaat er iets aan doen. Maar ik kan niet in die regen blijven staan. Ik vind dat niet. Het is hier echt een keihard aan het regenen. Na 2 uur in de regen laten wachten, die weet dat ik hier sta. Hè. Ik weet niet wat dat met mij heeft uitgemaakt. Want ze zei toch tegen iemand, het is nog 2 altes, heeft hem gezegd. En over mij, dat ik had gezegd, nog 2 busaltes, en dan was ik er. Mijn nieuwe iPhone is net aan het worden, maat. Ik kan ophangen, ik zie nu straks, ik zie nu morgen. Goh.